Welkom lieve kreeft, fijn dat jullie weer kijken. Dankjewel voor het liken, delen, abonneren, doneren, de vele nieuwe abonnees, de donaties, de vele verzoeken voor privé readingen, healingen, coaching, begeleiding en natuurlijk alle positieve berichtjes van jullie comments onder de diverse readingen op de verschillende tarotkanalen. Welkom. Alle nieuwe kijkers, vandaag de Wisdom of the Oracle en de Golden Universal Tarot voor jullie legging. Deze legging is bedoeld voor als je kreeft sterk in je plaatsing hebt, met een kreeft te maken hebt of als de titel jou aanspreekt. Ook dan kan het jouw reading zijn. Als het resoneert... Dan mag je natuurlijk liken, delen en vergeet niet te abonneren. Dan ben je energetisch verbonden met mijn kanaal of kanalen. Dat abonneren is gratis en bovendien ben ik een channeler. Dus later vroeg pik ik ook jouw energie op. Waardoor de reading meer en meer met je aansluit. Wat mogen wij weten, spirits en guides, voor deze kreeft reading? En zoals jullie gewend zijn, begin ik altijd met een gechanneld bericht. Wat mogen wij weten voor de kreeften? Je gaat een bepaald inzicht krijgen. Of iemand anders gaat een inzicht krijgen. Iets waar heel veel tijd overheen is gegaan. Heel veel moed voor nodig was. Heel veel doorzettingsvermogen voor nodig was. Heel veel geduld. Maar geduld loont, hoor ik. Ik zal het meteen als titel opschrijven. Geduld loont. Ik moet iets met de letters gaan doen. De persoon over wie ik het heb, die kan een I in de naam hebben. De T en de D, hoor ik. D-I-T. Kan een voornaam zijn, kan een achternaam zijn, kan initialen zijn. D-I-N-T. Oké, wat nog meer? Iemand zal lef moeten tonen of jij moet lef tonen. En dan komt er einde aan onzekerheid, hoor ik. Wat mogen wij weten voor de kreeften? Voor deze reading. Kan zijn dat je nu in een bepaalde cyclus zit, waar je het gevoel hebt dat die cyclus niet overgaat, of dat je er niet uitraakt, of dat je denkt van hoe kan dat nou? Ik dacht toch dat ik mijn les had geleerd, maar die cyclus blijft maar over en over en over komen. En je hebt het gevoel van, is het dan nooit voorbij? Het kan ook zijn dat er iets gebeurt. En dat je bang bent dat iets zich gaat herhalen uit het verleden. Maar ik denk dat je die oude cyclus, dat je voldoende hebt geleerd en dat je die oude cyclus achter je laat. Ja, je krijgt hulp van iemand. Kan zijn dat je in gesprek raakt. Kan zijn dat je hulp gaat vragen. En dan kom je uit een bepaalde moeilijke periode of cyclus. En dan kan je dus gaan samenwerken met die persoon. Of je voelt die samenwerking. Dan heb je ook het gevoel van ik kom vooruit. Ik kom uit die... moeilijke periode. Eindelijk kan ik eruit en dan hebben we ook nieuw leven. Dus het ziet er heel positief uit. Hè? Wat ik zei, je komt uit die moeilijke periode of uit die cyclus waarvan jij dacht van daar kom ik nooit uit. Daar kom je uit met dat nieuwe leven kaart. Wat mag ik weten over die cyclus, die moeilijke cyclus? Kan zijn dat het ging over financiën, dus dat je bang was voor geldgebrek of een bepaalde geldmindset, conditionering rondom geld. Het kan ook zijn dat je het gevoel had dat je niet vooruit kwam in een bepaalde familiesituatie of een vaste relatie. Wat mogen wij weten over die hulp die je krijgt? Hulp kan zijn...
dat het universum jou iemand toestuurt die jou dus gaat helpen, die gepassioneerd is, gedreven is om jou de juiste richting te wijzen. Jullie gaan in ieder geval samenwerken met elkaar. Dat is goed nieuws. Dat brengt je vooruit. En wat mag ik weten over dat nieuwe leven? Hè? Dus dat je dus die oude cyclus doorbreekt. Dat komt voornamelijk door openheid, eerlijkheid, in actie komen en veel communicatie. Maar er is ook wel degelijk passie, liefde en inspiratie met deze koning van bekers eronder. Wat mogen wij nog meer weten over die never ending story en die 10 van munten? Intuïtief weet je dat er een verandering komt, alleen je durft er nog niet op te vertrouwen. Je durft er nog niet in te geloven. Je gaat hulp krijgen. Je kan ook zijn dat je hulp hebt gevraagd aan het universum. En dan is het het daar ook. Jouw ware soulmate of jouw twin flame komt op jouw pad. Die gaat jou helpen. Jullie gaan samen iets creëren. Jullie moesten natuurlijk op een gegeven moment ook samen komen om dat pad gezamenlijk verder te zetten. En dat gaat dus die doorslag geven, die verandering. Einde aan een moeilijke periode, einde aan die visueuze cirkel. Een nieuw leven ga je met die persoon tegemoet. Door open, eerlijk, maar ook vooral in actie te komen. En je laat dus die oude cyclus of die moeilijke periode, die laat je achter je met de 6 van zwaarden. Je gaat dus als het ware een nieuw begin met elkaar aan met de schildknaap van munten. Wat mogen wij nog meer weten over die oude cyclus? Het is meant to be om die, het is nu de hoogste tijd om die cyclus achter je te laten. Het kan zijn dat je veel pijn, verdriet, veel leed, dat je daar korte metten mee maakt. Wat ik zeg, einde aan een moeilijke periode voor je. En het kan zijn dat je angsten had of dat je dat er bepaalde slechte gewoontes waren. En daar maak je nu een einde aan. Ik heb ook het gevoel dat je open staat. Want ik heb het gevoel dat die 7 van staven. Dat deze staat voor openstaan. En willen vechten voor een nieuwe situatie. Hè? Die oude moeilijke cyclus gewoon beu zijn. En ervoor willen gaan. Mogen wij nog meer weten hierover? Ik denk dat er vooruitgang komt. Komt communicatie. Voor sommigen ga je op reis. Ook dat kan natuurlijk helpen. Even uit die oude situatie komen. Een nieuw begin staat voor jou te wachten. En met samenwerken. Hè, die duivel die laat jij achter je. Hè, die toxiciteiten. Die oude mindset. Die negatieve spiraal, die laat jij achter je. Dit is wat je achterlaat. Dit is waar je voor wil vechten. Je wil eerlijkheid, oprechtheid. Iemand die geïnvesteerd is. En dit laat jij dus achter jou. Dit laat je ook achter je. Dat is concurrentie. Dat is strijd. Dat is dat is haat en nijd en je bent nu bereid te vechten voor dat wat je waard bent. Wat mag ik weten over dat nieuwe leven? Pijn en verdriet, dat laat je achter je. Het kan ook zijn dat iemand naar je toe komt en dat achter zich laat, waardoor een nieuwe cyclus komt samen met die persoon. Transformatie, dat is die nieuwe cyclus waar ik het over heb. Het is de hoogste tijd met het oordeel. En kijk eens, een hele liefdevolle, zorgzame periode komt eraan. Voor sommigen een zwangerschap, dus als je dat niet wil, neem dan de voorzorgsmaatregelen. Maar een hele liefdevolle, gepassioneerd begin.
Het kan ook staan voor dat je je balans hebt gevonden tussen privéleven en werk. Dat je succesvol wordt. Kan van alles zijn. Maar in ieder geval een hele positieve kaart. En dan hier onderaan het dek een nieuw begin ook qua liefde, qua zelfliefde, qua respect. Het visje staat ook voor financieel. Dus ook financieel kom je meer in die flow. En ja, hele positieve berichten. Dus eindelijk een einde aan een moeilijke, zware periode of een moeilijke, zware cyclus. Dankzij hulp. Het kan zijn dat iemand hulp aanvaardt, of dat jij hulp aanvaardt, of dat jij iemand helpt, of dat iemand jou helpt. Jullie gaan samenwerken en dat schept dus een nieuw perspectief, een nieuwe cyclus, een nieuwe toekomst. Dankjewel, tot de volgende keer. Namaste.